Niet veel. Is dan goed, zeker? Het spijt me dat je ex-man is overleden. Ja, maar waar jij allemaal doorheen gaat, dat is ook... Ik bedoel, je vriend is vermoord en de politie staat opeens voor je neus. Ja, ik zit in een andere situatie natuurlijk, maar ik vind het echt heel erg voor je. Hadden jullie ruzie gehad? Bij mij zocht hij voortdurend ruzie. Niet aan het begin. Toen prees hij me de hemel in. Ja, nou ja. Blij was hij niet nadat jij en Julian weg waren. Werd hij agressief? Heeft hij wat aangedaan?